Ik wil even beginnen met stilstaan bij de megaprestatie die door dit project is geleverd. Er werd al voor geapplaudisseerd. Ik denk dat dat heel terecht is. Alleen dit al, dit was aan het begin van het project, was dat de opgave. Hè? Ik neem aan dat dat materiaal in de loop der tijd enorm gegroeid is zelfs nog. Maar dit was het uitgangspunt. Wat het audiovisuele geheugen van Nederland werd genoemd en wat bewaard moest worden, gerestaureerd, geconserveerd, gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt. Dat staat er dan even zo makkelijk op één slide, maar het is natuurlijk een gigantische prestatie voor 1 miljoen. Dat klinkt, of voor 10 miljoen, wat was het nou? 100. Een paar nulletjes ernaast. Maar ik denk dat het echt goed is om daar even bij stil te staan, dat dit het uitgangspunt was en dat in zichzelf al een enorme prestatie was en eigenlijk een gigantische ambitie om dat waar te maken. Het begon dus met de reddingsoperatie. Dat was eigenlijk het uitgangspunt van dit project. Conserveren, restaureren en digitaliseren. Maar in de loop der tijd, en dat werd ook in het begin wel voorzien, alleen je kon niet voorzien wat dat allemaal precies met zich meebracht. En vandaar ook dat beeld van Griet Titulaire. Je begint ergens met waar je in de toekomst wil uitkomen, maar intussen ontwikkelt die toekomst zich onder je handen en moet je eigenlijk steeds in staat zijn om daarop in te spelen. Dus wat daarna kwam, door die pijl gerepresenteerd wordt, is eigenlijk een vorm van disruptie in het landschap rondom zo'n project heen, waar je voortdurend op moet inspelen. Dus je begint met een ambitie die al tamelijk ambitieus is en wat een megaprestatie is om die te realiseren. Vervolgens doen zich allerlei ontwikkelingen voor die je daar nog in moet integreren. Wat inherent is aan het hele proces was natuurlijk niet alleen het redden van dit erfgoed, maar vooral ook het toegankelijk maken. Dat betekent dat je doorzoekbaar moet maken. Martijn heeft ook al aangegeven wat daar allemaal voor uitdagingen dan, maar ook interessante oplossingen zich eigenlijk gaandeweg aan je voor kunnen doen. Metadateren, het openen van die data. Dat betekent dat je ze niet alleen maar klakkeloos openstelt voor iedereen, maar dat ze ook, om dat op een zinvolle manier te doen. En we zijn hier in een publieke, in een organisatie met publieke waardecreatie bezig. Wat moet je het ook contextualiseren? Moet je het op een dusdanige manier aanbieden dat het ook aantrekkelijk is voor allerlei verschillende partijen? Nou, de partijen die daarbij genoemd werden was het grote publiek, de markt, hè, de creatieve industrie in het bijzonder en het onderwijs. Maar dat alleen al zijn in zichzelf alweer systemen die ook weer beïnvloed worden door allerlei ontwikkelingen, waardoor daar een voortdurende dynamiek in zit waar je eigenlijk ook weer op moet inspelen. Nou, dat manifesteert zich onder andere in de complexiteit van de rechtenproblematiek die daaruit voortvloeit. Daar ga ik nu niet verder op in, maar dat is ook al door verschillende sprekers is dat al genoemd. Dat is natuurlijk toch een fenomeen van het verleden in zekere zin, wat ook klaargemaakt moet worden voor de toekomst, maar waarbij je te maken hebt met regulering, met beleid, met wetgeving. Dat zijn allemaal niet de institutionele kaders die bekend staan om hun snelle verandering en hun flexibiliteit in het inspelen op dit soort ontwikkelingen. Nou, en dan de derde dimensie, het wordt eigenlijk steeds disruptiever als je daar naar kijkt en daardoor steeds interessanter, is dat op het moment dat die data gedigitaliseerd en op een goede manier toegankelijk gemaakt worden, kunnen ze opnieuw gebruikt worden en ontstaan er dus ook weer allerlei mogelijkheden tot innovatie. Dat betekent dat er eigenlijk weer nieuwe content ontstaat terwijl je de content aan het ontsluiten bent. Want als mensen daar iets mee gaan doen, ontstaan er weer nieuwe vormen van content en nieuwe diensten, nieuwe partijen die zich daarmee bezighouden. Dat wordt vervolgens voortdurend beïnvloed door allerlei nieuwe technologische ontwikkelingen die, als je denkt ergens op ingespeeld te hebben, doet zich alweer de volgende variant voor waar je eigenlijk iets mee zou kunnen. Want eigenlijk hele spannende ontwikkelingen doorgaans zijn. Dat betekent dat er nieuwe verdienmodellen ontstaan, niet alleen voor de partijen om jou heen, maar ook eigenlijk voor jouzelf, want je bent ook een onderdeel van waardeketens waarin zowel publieke waarde als financiële waarde gecreëerd moet worden. En dat is heel ingewikkeld, hebben we natuurlijk in deze wereld gezien, hoe je dat vervolgens in die context jezelf telkens opnieuw uitvindt. En dat betekent dat je steeds meer, Bruce eindigde zijn verhaal daar al mee, eigenlijk steeds meer in
samenwerking komt, waar met nieuwe partijen die je van tevoren nooit had kunnen voorzien, partnerships en co-creatie, allerlei manieren van samenwerken en dus ook nieuwe manieren van werken voor jezelf als je in zo'n erfgoedorganisatie actief bent, die worden dan steeds relevanter en dringen zich op. En de context daaromheen vraagt eigenlijk om nieuw beleid en nieuwe wetgeving. Ik laat even een paar voorbeelden zien van hoe Beeld en Geluid dat heeft gedaan en projectbeelden voor de toekomst daarmee bezig is geweest. Dit is een voorbeeld van een educatieve toepassing waarbij erfgoedmateriaal op een speelse en aantrekkelijke manier voor scholen en voor kinderen zo gepresenteerd wordt dat ze die op allerlei manieren kunnen uploaden en gebruiken in hun eigen, in de educatieve context. Dat is nog een redelijk voorspelbare applicatie, denk ik, dat had je vanaf het begin al kunnen bedenken dat iets dergelijks zich zou gaan ontwikkelen. Dit is dan weer een voorbeeld dat eigenlijk uit een wedstrijd is voorkomen, waarbij cultuurdata, open cultuurdata, gebruikt werden of tijdens een wedstrijd ingezet werden om nieuwe applicaties te ontwikkelen. En dit is hier kun je dus in de vorm van een tijdlijn kun je allerlei materiaal, historisch materiaal, kun je daar zelf inbrengen. Dus in dit geval heb ik gezocht op spoorwegen en dan kun je in die tijdbalk allerlei feiten over de geschiedenis van de Nederlandse spoorwegen integreren. Deze is misschien weer wat, gaat weer een stapje verder. Hier kun je op basis van een kleuranalyse van je eigen huiskamer, kun je dat koppelen aan het cultuurarchief bijvoorbeeld van het Rijksmuseum en dan krijg je een suggestie voor wat je aan je muur zou kunnen hangen. Dat zou je vervolgens ook op canvas kunnen laten uitprinten en dan heb je het Rijksmuseum gewoon bij je thuis. Dit is ook wel een speelse toepassing waarbij je historisch materiaal in Instagram gaat toepassen. En dit is een voorbeeld waarbij uit bijvoorbeeld het archief van het Rijksmuseum allerlei materiaal gebruikt kan worden, maar ook in stukjes gehakt kan worden. En je op die manier weer je eigen culturele content kunt gaan creëren. Dus je eigen kunstwerken op basis van allerlei elementen uit andere, uit bestaand erfgoed. Dit is misschien voor u ook een wat bekendere, dus samen met het Nationaal Comité 4 en 5 mei ontwikkeld, waarbij dit is zo'n voorbeeld van een nieuwe technologie die zich voordoet terwijl je met zo'n project bezig bent, namelijk dus het feit dat je met je mobieltje in feite erfgoed toegankelijk kan maken terwijl je op straat bent, dus layerachtige applicaties, in dit geval toegepast op oorlogsmonumenten, dus waarbij je als je in de fysieke ruimte een oorlogsmonument tegenkomt, kunt zien wat voor informatie op je mobiel door daar die laser voor te houden, kunt zien wat voor informatie er over dat oorlogsmoment allemaal beschikbaar is. En deze gaat dan nog een stapje verder. Dit is, hier kun je een combinatie maken van layerachtige technologie. Die leg je eigenlijk over het echte beeld. Dus de foto die je maakt van een plek waar je op dat moment bent. En dan kun je dat, die foto die in het archief zit, historische foto, kun je over de daadwerkelijke beeld op dat moment, dus het real-time beeld op dat moment van een straat of een brug maken. En dan kun je zien hoe dat nog matcht en waar de verschillen zitten. Dit zijn allemaal voorbeelden waarbij ook unusual suspects eigenlijk betrokken worden bij het digitale erfgoed en uitgenodigd worden om daarmee te spelen en vervolgens nieuwe applicaties te ontwikkelen. Ik denk hele mooie voorbeelden, zij het misschien nog kleinschalig en nog in ontwikkeling en nog in de fase van creatieve ontwikkeling, nog niet grootschalig toegepast, maar waarin u toch de voortekenen ziet van hoe de toekomst zich steeds verder kan gaan ontwikkelen. Dat betekent dus eigenlijk, ik laat nu even wat voorbeelden zien die nog heel rustig misschien overkomen, maar wat je hier eigenlijk ziet is toch die disruptie in de gangbare manieren van werken, van hoe erfgoedinstellingen in het veld waarin ze opereren zich gepositioneerd hebben, de manier waarop ze moeten gaan samenwerken. Je ziet dat dat langzamerhand aan alle kanten openbreekt. En wat dit project eigenlijk in mijn ogen daarmee heel mooi manifesteert, is dat we
In de loop der tijd van een reddingsoperatie naar eigenlijk een vorm van radicale transformatie aan het groeien zijn. En nu word ik een beetje meer de professor. Dus ik ga even wat trends benoemen die voor de toekomst in mijn ogen heel belangrijk zijn en die voor het erfgoedveld betekenen dat je eigenlijk moet gaan heruitvinden en opnieuw je positie moet zien te vinden in al deze ontwikkelingen. Een van die trends naar mijn idee dat je content ook een steeds ingewikkelder begrip wordt. Je zou kunnen zeggen dat er steeds meer sprake van hypercontent. Niet alleen omdat er sprake is van een exponentiële toename van content. Dagelijks wordt er door ons allemaal op grote schaal allerlei audiovisueel materiaal geproduceerd, gedeeld, op allerlei manieren hergebruikt, zonder dat er ook maar één erfgoedinstelling aan te pas komt, ook bewaard. En dat die explosie van materiaal is in principe natuurlijk heel interessant, maar ook heel gecompliceerd voor de taakopdracht van partijen als bijvoorbeeld Beeld en Geluid of AI. Er is ook sprake van een dynamisering van content. Content staat bijna nooit meer stil. Die wordt voortdurend weer opnieuw ingepast in allerlei andere voorbeelden. En Martijn heeft al voorbeelden laten zien hoe dat met foto's ook weer opnieuw en met allerlei apps die ter beschikking die ons ter beschikking staan ook weer zichtbaar gemaakt kan worden. Hoe al die relaties en die dynamische complexiteit van hoe content tot stand komt eigenlijk steeds ingewikkelder wordt. Dat roept natuurlijk ook vragen op van wat is dat nog eigenlijk digitaal erfgoed en hoe bepaal je vervolgens je positie daarbij, maar ook van wie is die content dan? Dus dan kom je weer op de rechtenproblematiek. Andere belangrijke ontwikkeling is denk ik dat waar we het hebben over waardecreatie, en dat is toch waar we hiermee bezig zijn, zijn publieke waardecreatie, dat het steeds minder zal gaan om audiovisuele content, maar veel meer om data en om toegang tot data. En dat betekent voor de manier waarop je werkt dat het niet zo interessant meer is om in eindproducten te denken, maar dat je eigenlijk veel meer naar de toekomst toe moet gaan denken en wat kan ik met data, wat kan ik met software en wat kan ik met algoritmes. Maar ook dat het belang van toegang tot die data steeds meer toeneemt. Dus interfaces, als je je positie kiest op basis van interfaces, dan heb je vaak goud in handen, omdat het toegankelijk maken van die data op welke manier dan ook, ook de ontwerpkant daarvan, dus steeds belangrijker wordt. Het gaat steeds minder om bezit, dat hoor je natuurlijk vaak tegenwoordig, dat geldt ook hier. Het gaat we gaan toe naar een situatie waarin delen en hergebruiken misschien wel belangrijker worden dan daadwerkelijk bezit. Dat heeft ook te maken met dat er hier op geen enkele manier nog sprake is van schaarste, maar alleen maar van overvloed. En bij overvloed is delen en het toegankelijk maken van al die beschikbare materiaal is veel belangrijker. Dat betekent voor de rechtenproblematiek bijvoorbeeld dat het collectieve element in rechten veel belangrijker wordt dan het individuele element van alleen de makers. Maar juist het feit hoe je dat community aspect en dat delen van content, hoe je dat op een goede manier organiseert, wordt steeds belangrijker. Betekent dat je op een nieuwe manier geld moet gaan verdienen, maar ook publieke waarde moet creëren. Platforms bijvoorbeeld worden steeds belangrijker. Dus plekken waar toegang gecreëerd wordt tot interessante data of content. En tot slot, en dat zit eigenlijk overal doorheen, het denken in ketens is eigenlijk niet meer aan de orde. De lineariteit van ketens, dat verdwijnt steeds meer naar de achtergrond. Er is eigenlijk sprake van een continue productie en consumptie in netwerken. En je bent in de ene keer ben je de aanbieder, de andere keer ben je de consument. Dus ook die rollen tussen aanbieder en consument zijn steeds minder relevant. Je krijgt een explosie van aanbod en dus ook een explosie van aanbieders. Maar ook de rol van het publiek verandert. Niet alleen omdat een publiek, dat zien we nu al in een snel tempo, zien we dat veranderen in het mediaaanbod bijvoorbeeld. Publiek gaat steeds minder lineair consumeren, maar heeft toegang tot interessante informatie en content overal en altijd. Maar de gebruiker, publiek, beweegt zich ook dwars door die waardeketen heen. Is niet alleen maar een consument, maar is ook van belang om te taggen, om waarde toe te voegen aan content en om content zelfs te produceren. Dus
Je ziet in al deze ontwikkelingen zie je dat eigenlijk de gangbare manieren van denken in de cultuursector, in de mediasector, in de erfgoedsector, dat die eigenlijk heel erg van binnenuit op deze manier opgeblazen wordt. Ik wil dit afsluiten met wat ik denk dat dan misschien 3 belangrijke adviezen, of 4, wat had ik ook weer? Dat zien we zo wel. Het is dus van belang dat je steeds meer een nieuwe positie gaat kiezen in deze snel veranderende markt. Dus je moet, het is niet meer een advies eigenlijk, maar je kunt niet meer opereren zonder dat je een genetwerkte organisatie bent. En Brewster heeft dat ook al aangegeven, partnerships, maar ook het denken in een long tail. Ik doe iets en hoe kan dat vervolgens zijn weg vinden in die netwerken die daar weer andere dingen mee gaan doen. Dat wordt steeds belangrijker. En je relatie met je publiek als partij die daarin een cruciale relatie heeft, die wordt steeds crucialer. Het betekent in feite ook een nieuwe definitie van publieke waarde. En daar zie ik ook echt een grote kans juist voor organisaties als die op het terrein van media en erfgoed bezig zijn. In die enorme overvloed aan informatie en content worden ankers weer steeds belangrijker. Dat betekent, dat kunnen merken zijn. Hè, misschien moeten we veel meer doen aan public branding bijvoorbeeld dan dat we nu doen, maar de betrouwbaarheid en de herkenbaarheid van platforms met een hele duidelijke identiteit, dat wordt denk ik steeds belangrijker. Maar ook het verlengen van de waarde van datgene wat je doet. Dus denken in termen van return on society wordt dat ook wel genoemd, maar daar ben jij maar een schakel in het grotere geheel van. Er zijn allerlei kleintjes bijvoorbeeld die daar nog waarde aan toe kunnen voegen. En op die manier denk ik, zie je ook in het bedrijfsleven, dus grote bedrijven die heel nauw samenwerken met start-ups, met allerlei andere partijen. Dat wordt steeds belangrijker om ook daadwerkelijk mee te kunnen bewegen. Nou, meebeweeg, ik zeg het al, en dan gaat het eigenlijk vooral om het vermogen om goed te kunnen absorberen, in plaats van dat je alles zelf wil doen en dat je iedere innovatie zelf in de hand wil hebben. Innovaties vinden overal plaats en om lean en mean te kunnen zijn, gaat het er vooral om dat je een goede antenne hebt voor wat er om je heen gebeurt. Dat is ook al door Brewster aangegeven. Je moet nu inspelen op wat er nu gebeurt en daarmee zit je er heel vaak ook naast. Dat zal ongetwijfeld het geval zijn, maar daarmee ben je in staat om innovatie te absorberen in plaats van dat je daar zwaar zelf op moet investeren. Dat betekent dus eigenlijk dat je een soort beta-perspectief moet hanteren. Dat kunnen we echt leren van de software-industrie, die beta-versies van datgene wat ze maken, de wereld ingooien en vervolgens gebeurt er van alles mee en dat kun je weer integreren in je eigen waardecreatiemodel. En tot slot, en dat is natuurlijk een dooddoener, maar dat is wel duidelijk. Er zijn natuurlijk ook knelpunten hier die ook in het institutionele veld hieromheen zitten. Auteursrechten, open data, rondom publiek-private samenwerking. Er zitten nog een heleboel institutionele belemmeringen die grote uitdaging, denk ik, zijn voor de toekomst. Dat zou enorm helpen als we daar meer ruimte en experimenteermogelijkheden zouden hebben. Ik eindig met een mooi beeld van Daan Rozengaarde, een knuffel creatief van dit moment, zou je kunnen zeggen. Maar ik vind het wel een mooi voorbeeld van wat ik in mijn verhaal wil laten zien. Erfgoed, hè, dit Starry Night schilderij van Vincent van Gogh, heeft hij vertaald in een unusual relatie met een asfalt- en betonboer in Nederland. Door het idee van een schilderij te vertalen in een weg waarin licht te zien is, het wandelpad in, waar is het ook weer? Nune, waar Vincent van Gogh vandaan komt. Heel mooi om een keer op bezoek te gaan. Dank u wel. Ja, dank u wel.